het ook allemaal stil. Hè? Ja, ze doen ook niet, hoor. Ja, laat zien, Edric. Ik zal even halen. Oh ja. Oh ja, de serie is een beetje uniek, hè? Maar ik denk wel dat er een klein mistake is ingeslopen, want de pasregels kunnen ze niet routineren zo. Dat moeten de Hollandse pasregels zijn. Denken wij. Dat denken wij toch zeker, ja. Nee, die kregen niet duidelijk op. Het is wat clear, oké, kwijt. We rijden nou dus. Oh, we driven on the how do you call it? De Bolsweg. En it's a new road. It is about 2 months old, right? Something like that, yeah. This is the old where the straw with Engels. Both sides to bypass road, right? Yellow road? Bicycle road, yeah. Bicycle road. Yeah, you don't know that in Canada. Hans is in a hurry, he's driving about 100 miles an hour, about 2 minutes an hour. It's pretty hot in here. 30 degrees. That's a sound like a van like we used to drive in Canada. There are 2 bicycle routes, one to get to I2 and one to get back. Is that right? Yeah, fair. Je moet eigenlijk weer inhouden door bij de huis. Je kunt op de huis filmen. Which huis? De aan de linkerkant tot het dorpgezicht. Oh, remmen. Blok of we nu zijn. Langzamer. En dat is een hoop strand. Er staat niks op. Jawel! Die kaart in filmen, nou man. Daar je! Wacht. Jullie kom. Hé, direct moeten we stoppen, hè? Nou, dat brengt het niet. Hier lives Janice Adams, the father of Brian. Waar rijdt het nu niet zo klaar? Yes, strong wind over here. 1100 in people. All in Ilkhouten. No, 11,000. 11,000. 1100. Right? Right. Got it? Got it. Alright. Nieuwe straat ga je door? Is de kost dan? Ja, de kost straat. Ja. Nog een huis op, hè? Mm-hmm. Right away, baby. Here lives Mr. and Mrs. Jan Verheyen. Yes, it is true, yes. Very beautiful. Je wel best nat heel veel in de bal, zijn jongen. Die zei, nee, dat is heel niet zo. Wie? Hilsen. Met Piet Jaas wil ook eens zeggen. Kerk. Church. Dat was veel te snel, Hans, je moet ja, het gaat snel. Een nieuwe street hier. Een nieuwe street, Klooster Street. Wat een afstand, Bartje. Ja, denk ik al afstand, tenminste. Dat heb ik al uitgeleend. Met bump in de road. Here's the comforter neighborhood. Beautiful house. Is jij een buurt? Houses for old people on the left side. Houses in houses all over the place, yeah. So, and it's the end of the road. There's the Boerenbond. And then we go see the flat ground. The flat ground of the Boerenbond. Behind me is the house of Jan en Carné van de K. Nee, Jan en Ben van de K. The flat ground. Here, any beautiful cars on the left?
rijden. Oh. Ja, klopt ook die kaart op. Oh. Alleen eten is zo een beetje in de pad. Move closer, baby. Now will you look at jullie goten. Dat is de middelste in de middel. Oh, in de middel. Dat spiegelt allemaal. Dit is hier. Ja, dat is waar dit. Kijken we dus naar de nieuwe week in Ambouw. En komt hier even ook nog naar Son, even ook ox? Dat is een. Dat is een dubbel warning van Jan K. dus en van Ben K. Die stond er ook nog niet toen hij hier vertrok. Hekkarnij. Hier is nou de boerenbond, niks veranderd. Behalve dan een paar keer ingebroken. En dan de bicycle daar. Waar? Je zit weekend al terug, hè? Ja. Oh ja? Je vindt geen verschillende zaken dan overal in Rotterdam en zo. Je geeft les, hoor ik. Je in het weekend. Ja, in die spelplekken. Ja, ja. Die komen van Italië en van. Dan hadden we beter de dag langs kunnen rijden. Nee, maar hier begint het oude en we gaan zo naar het nieuwe stuk. Hier, straks weet ik al zien. Ja. De oude basisschool ziet het een keer dus te zien. Waar wij vroeger allemaal toen wij klein waren op school hebben gezeten van de 6 tot de 12 jaar als het goed is. Good old school. Juffrouw Els, onze schooljuffrouw van de eerste klas. Wat hebben we sportpark? Wat een sportpark. Tennis, kort staat niet op. Dan sta je die oude cadet van Mark Boeren. Die rond is hier. Ja, snel verteld wie er rond, dat weet ik nog. Maar goed, en dan even aan het jaar zijn vrienden zeker. Toen ze nog getrouwd was. Hot nieuws. Hot nieuws. Nou, allemaal. Meisjes. Precies dezelfde. Saaie heuzen dus. Meisjes. Girls. Girls waar ik ook Ilse had, kom ik even aan. Waar wonen die? Oh, daar staan jullie natte naam te kijken. 50 hier. Die? 50. 50. Hier. 50. Dus, hier dus. Daar woont dus jullie nat. Nou weet hij ook weer. Zit het buiten, denk ik? Zit het buiten? Ja. Het is naar weer. Wetter. Catering jullie. Catering jullie. Ik heb een film van Flits hier. Ja, heel wel, dat valt dan best mee. Theo is zeker nog? Theo is nog, tuurlijk. Volleren. Dan rijden we zo langs de baan zo toe. Nou, dan ziet het hypermoderne nieuwe fabriek van Theo is ter waarde van 5 miljoen. Naar Portugal. Dat hier. Kijk, okay, daar staat grond op. Kijk, niet duidelijk, maar dan staat Theo eens op. Nou, dat is dus de grootste mengvoerfabrikaat van omstreken. Ik bedoel, boerenbond is bijna net zo groot, maar... Daar hebben we dus jullie goten. Het! En nou doen jullie toe? Links, dan had hier zo'n pietje aan zo'n manier zeker. Links naar het geest. Daar weet jullie knijter nog wel dat je hier wond, hè? Toen zat hij hier al wel, denk ik. Het zit al een jaar of 5, 6. Ja, jullie kunnen hier al nummer 4 jaar nummer hier wc. Het is wel een hoop knap blijven. Even een rondje toe, dan even een rondje. Natuurlijk, maar een rondje. Jullie werkgever, of de werkgever van jullie Hans dus. Ja, in zwart. Ja.
is wel niet veel te zien hier. Nee, dit is maar stilletjes, ja, pompen en zo. En het huis daar dan. Beautiful house. Beautiful house. Nice place. Mestcontainers, enorm in tegenwoordig in Holland. Piet Janssens. Piet Janssens koeien. Piet Janssens, huis. Piet Janssens, machinepark. Ja, rond. Dan kunnen we recht op de stal. Nou kijk direct op jullie stal. Dan moet ik even uitleggen jullie. Nou moet Hans uitleggen jullie hem. Wij naderen nu twee stapel rechts. Zijn jullie hier? Ja, je kunt direct weer kijken. Ik ga helemaal snel. Dan landen we op de heien, hè? Hardepoort, want ik heb nou de camera en dan naar mijn kaart gericht. Ja, die auto van John die rammelt nogal. Ja, dat zit hem daarin. Wacht, kan je gewoon naar verre. Dat kan. Nieuwe stal van toontjes. Nieuwe stal van toontjes. Kijk, nou hoef niet zwaar te praten, dan komt er recht in. Oh, dank je. Nieuwe stal van toontjes van achter gezien. Die melk daar nou, Sam, very good year, denk ik. Little bit more. Kijk, wij staan er prima bij, dankjewel. Nou. Ik heb nodig een beetje stikstof gebruiken, maar verder. Nou, wat niet wat in. Zien we wat in. Hebben jullie al een silo's dan? 14 ton. Ik moet wel eens zeggen, zo'n film, dit is natuurlijk niet zo. Oh nee. 14 ton hebben we dan voor nodig. Oh, dus, dat is wel nog wel. Afnamekortingen. Nee, hey, zo hè. Ja, we gaan we hier naar op of hè? Ja, ja. Ja, ja, ze bij in ieder geval. Ja, ze bij oma. Ja, ze zijn een vrij jong man. Vrij jong kan. We hebben ondertussen al 5 jaar achter elkaar. Ja. Werden? 5 jaar is vast met elkaar gekomen. Dus en ik, jij hebt er van 15. Ja, inmiddels? We hebben nu een belangrijk steamerflow. Dat is het melk stimuleren, het systeem. Nieuw systeem van Maas. Maar? Het werkt nog geweldig. Nou, de melk 5 watt en makkelijk. Het ligt in de melkcellen. Ik heb toevallig van de week een gutspotten. Daarom maak ik hier ook veel menaars mogen hier helemaal niet komen. De melk wordt uitgevallen. De polen zijn er veel. De polen zijn er veel. Tot zover de melkzaal, denk ik. De buffer gaat al op, hè? Ja. En dan gaan wij verder naar de stal. Hier is de afkalfstal. Weinig te markt op het moment dus. Ja, dat valt met niet veel te kalf. Nee. 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 Toch gemakkelijk. Kampt een beetje met vruchtbaarheidsproblemen of...
Hier. Waar? Jong bij jou. Kalf opvangen nog hier. Gemist. Kalf opvangen. Oh. Hier komen de jonge kalfjes komen eerst hier aan de heningboekjes. Dat moet het ding zijn, want jullie knee snappen. Ja. En Anita. Ik vind het zo wel moeilijk genoeg, hè. Hier liggen eerst ja, 3-4 weken, zo moet je ongeveer staan denk ik. Allee, zo vervalt hem ook weer niet te zien hoor. Nee, nee. Alle rommel staat erop. Alle rommel staat erop. Nee, ik heb het een beetje gek gehoord. Zo, en als ze er al geweest zijn, dan komen ze hier steeds op de groepshuisvesting. Ja, zo. Een groepshuisvesting wel zo. Hier staan de eerste kalf van Strijpels dan hier. Een beetje mijn kaart opgroten. Ja, jouw kaart. Nummers 1167, 1168, nee. 1169. En nou één. Hou jij even stil, dat is eigenlijk goed aan leggen, weet je toch niet. Ja, de nummers. 1169 en 1170, dat zijn er twee chief marks. Dat zijn die twee. Elona. Van Elona. Ja. Ik zal het misschien goed laten zien. Dat zijn die twee dus. Deze L70 heeft was 4 weken over tijd, bijna 10 maanden gedragen. Zo. En mijn kersen heeft de wild gebracht. Voor ongeveer 50 kilo. En die was net zo oud, maar die was ondertussen al 3 weken. 3 weeks. Ja, ja. That little black fellow over there is a lease bull. 1203, you mean? As the son of Elise and Blackstar, right? Right. Die kleine. De kleine. En je had de black one? Je had dat van één stier. Oh, die maakt hij niet op dan? Ja, die moet er even niet zo op zetten. Dat is nog een inspiration. Dat is ook een stier, ook een bul. Die staat dun. Fred die niet. Die is nog veel jong. Ja, maar dan staat hij toch nog dun. Oh, en over hier. De Black Stars of Yvonne. Elise. Oh. Foutje. Nee, foutje. Hier, dit is een pretty one. Die daalt er verder wel. Dat is 1164. En 1165. Ze zijn even oud. 1165 is een little bit small. Hier. Dat is een beetje harder. Now you. En we hebben dan nog 12. Dat is een bul ook van Lexa Mel Elise. En waarom houden jullie die bul allemaal dicht? Zak veel money in de pakken mee. Oh, is hier. Ik zie het een bul zo naar de zak stond. Alle KI-verenigingen zitten er eigenlijk al. Nee, het is een very pit one, I think. Ja. Dat is very good. Ja, ja. En hier confusion van Erik Opfokker. Erik Fok. Ik zie het. Inspiration, nee, Inspiration. Sonny Boy zit erbij. Deze doen mee aan de opfokwedstrijd. Dat is dan wat voor dan. Werd ik even vermarkt? Vorig jaar en het jaar ervoor heb ik al Engelse boksen vermarkt. Wat moet ik filmen daar? Ja, gewoon zo van Spiegel maak je rond. Nou, zijn het allemaal Zweedse boksen. De koeling is veel ruimer en kan makkelijker omhoog komen. Dat is wel een goede verbetering. Ja, ja. Cat. Empty stijl, stal. Stable. Van de week ook uitgespoten. Al het vee is ondertussen al lang buiten. Ja. Dit is een open frontstal. Werkt ook fantastisch. Je kunt hier al een dakje doen. Dat is het werk. Ja, kunnen we wel zien. Ik kan hem wel buiten rijden. Een nieuwe rugger.
zie ik staan. En waaibotter. Nou, Hans gaat dus een demonstratie geven hoe dat die maaien zet op met de nieuwe. Dat zijn de zenuwen. Ja, maar er zit een knopje erop. This is Rix, German Shepherd, 4 years old. Goed zo, bedankt. Ja,
We zijn nu op de Kampsweg Halsmeerig. Daar woont Edrie en Francine. In het huis wat er nu aankomt. Daar ligt een poes verderaan in de keuken. Die is doof, dus ik kan van hem zeggen wat ik wil. En nou, hier wonen ze dan. Die auto gehoord thuis, die is van jullie Frank. Een heel mooie auto is dat. En nou ga ik dus naar het terras, waar dat is allemaal bij elkaar zitten. Dus kijken wie allemaal, Edric, Francine, Frank, Hans en Angelique. En ik zat daar dus, Edric zit dus te kijken. Ik zat daar dus ook bij, maar ik ben nou aan het filmen dus. Dus nu zit ik daar dus niet meer bij. En dan gaan we verder de Kampsweg Halsmeerig op. En dan zie je de. Oh, hier woont trouwens Jan Geers dus. Heb je dat ook weer eens gezien? Ja. Met die goose. Leuk. Nou, dit was het dan. Voorlopig. In een bak chips wat is het hier? Ja, jou alleen nog maar op uw rug, maar dan ga ik even rond. Oh, ja. Zou ik nog niks... Ik niks te zien krijg. Nou, verschrikkelijk. Ja. Ik zie het cynisch. Kijk nou naar Knee. Naar Knee? Knee? Oh. Ik zie hem niet. Nou, uitleg je wel zien. Uitleg. Dit is Hans. Daarnaast genoeg. Nou, jij nog wat te vertellen? Nou, hier op zondagmiddag zitten we hier nog wel eens een keer met, met allemaal, niet altijd, maar toch met veel volk. Soms. Ja, dat klopt. Ja, broertje, heb je nog iets gezien? Ze hebben hier een heel lekker zitje, dus het is hier altijd heel gezellig. En lekker. De splitje staat op. Achter Frank staat een splitje op, dat is een keeksplitje van Edrie. Kijk, als ik nou een beetje zak, dan kan hij dus precies op de weg kijken. Moet ik wel even duidelijk stellen. Wacht even. En dan als er iemand aankomt fietsen en hij heeft net niet gezien, dan kijkt hij door de splitje dus. En dan kijkt hij net op de weg. We kunnen dus altijd nog zien wie het geweest is. Handig is dat, handig vindt hij. Zeker van Eden. Moet ik vastmaken wat we zien, maar ik vind het heel handig. Nou, genoeg flauwekul. Hij zit niet iets te vertellen. Nee. Niks en niks. Nee. Nou, we wonen hier nou ongeveer een jaar. Ruim een jaar. En ja, we zullen direct er even naar het wereld gaan kijken dan. Nou kijken we dus op een nieuw schuurtje dat ze hier gebouwd hebben. Autogarage en annex bij de steek allemaal. Zelf gemaakt. Frank heeft ook meegeholpen. Kaarpoort. Ja, kaarpoort. Kaarpoort. Hele van die kaars die er dan op de deur gaan staan, plak van erin. Oh ja, kunnen nou er die hoort er dus ergens bij. Dat is met een bolide. Maar dit is... Dus de nieuwe van Edrie en Francine. Nou, van Francine. En deze is van Edrie. Die kende misschien nog. Ja, die als die renovatie dan wat algemeen is. Hoeft niet alles te filmen, hè? Nou, ik loop gewoon dus. Oh. Nou, dan zullen we naar de kipjes gaan kijken. We hebben gisteren kleintjes gekregen. Vrijdag. Kut maar hoor. Nou, jij mag hier de omgeving kijken zoals wij lopen ook een beetje. Ja, die deur die klemt. Doet je normaal nooit, maar nou wel. Ja, nou wel. Hier is het misschien wel donker. Nee, hier nog niet. Oh, maar hier, daar binnen. Daar binnen is het donker. Dat valt reuze maar niet. Kijk die kleine keukentjes. Net 2 dagen af nou. Ja, maar kunt ook weer binnen kijken. Goedemiddag. Ja, we hebben een beetje verhaald. We hebben een beetje een officiële regeling van wat is het van antiek hier ook. Ik heb natuurlijk 32 graden, kom maar in. We hebben nou een kachel op die daarop reageert en de ventilators. Netjes. Dus nou kunnen we binnenkijken. Dat is heel weer, maar daar merk ik er niks van. Hier is nou wel 30 graden, hoor. Hier is dus 30 graden dan. De goede plaatjes zijn op, zie ik wel.
een paar dagen moeten zaten wel met die kleine mini drinkers water bij geven en om die ronde platjes voeier bij geven. Totdat ze dat die rode torentjes kunnen drinken en het de goot eten. En in het midden ligt nog een kraan, want daar leggen wij in het begin voeier op en dan de ritselt heel erg. En dan komen ze makkelijk naar het drinkwater toe. Nou, ondertussen is dat wel mee mist. I'm a little wet rooster. Yeah. Oh yeah. Stond er net niet op mij. Ik film nu wel. Ja. Denk op dat stapje daar, hè? Ja. Ja. Denk. Ja, ik zet er gewoon alles op. Oh, nee, ook niet alles, want daar rennen eruit ik wat. Vul op. Nou, hier hebben we deze, de nieuwe kooi nu met hem aan. Het is een heel makkelijk, ziet u wel, nog even ingevoerd worden. Maar en nog, moet er nog darmband, Hans, ver. Sorry, dat mocht ik echt niet zeggen. Oh nee, knippen we dat. En Hans en Frank hebben ook heel veel meegeholpen. En de spa en onze Ries eigenlijk, en ik kijk niet zoveel. Maar dat was helemaal een open lot aan deze kant. En we hebben helemaal dicht gemaakt en we dwarsbestelling gemaakt. En ja, dan zullen we even kijken. Dus wil je allemaal ontsmet zijn? Nee. Ja, we hebben wel iets met ontsmetting gevraagd, maar ja, die hoeft allemaal niet te kunnen. Maar we kunnen gaan misschien weer. Ja, dat is er allemaal gang, zie je wel. Oh, yeah. We hebben alleen vloerverwarming in de hokken, met bolle vloer. En is er allemaal gang, is ook helemaal vloerverwarming. Je kunt in de winter toch een beetje opwarmen. Nou, hier hebben we er een dag of 10 in te kopen. We hebben de big hammer van ons thuis ongeveer. Een beetje de ringels van naast, hoor ik. Die komen praktisch allemaal van ons thuis, de big in. En dat bevalt heel goed. Hier is de balvloer en vloerverwarming onderdeel. We kunnen 45 in een afdeling. De lucht komt hier langs die kleine gaatjes hier zo binnen. Tegenwoordig hebben ze nog veel kleinere gaatjes, maar ik vind dit zeker zo goed. En goedkoop, ook belangrijk. Voeren zit hier in deze bakken. Daaronder zit een kleppeltje. En dan valt ja, kouwtjes voeren vooral eruit. Je kunt ze hier bestellen, dichtzetten of minder geven wat je wilt. Warmte zit er ook bij in, dus ze maken zelf een beetje brei van. En het resultaat is heel goed. Ja? Ja. De vlucht die gesponnen en kamer ook heel bekend is, daar heb ik het eigenlijk gezien en nou, ik vond het heel goed bevallen. En dat hebben we ook gedaan, niet bevalt ook goed. Het is heel makkelijk aangebracht, in anderhalve dag staat heel als heel hard gedaan. En het isoleert heel goed. Hier hebben we een beetje zwaar voor zitten. En, de eerste zijn er al uit, de zwaarste. Nou, samen het mooie zuiver, dat zien we wel. Ja. De vijzelen kan wel 20 kilo's, maar dat gebruik ik niet voor de bak vol. En dan werkt het heel simpel. Het maakt wel wat lawaai. En dan ga ik zien. Terwijl ik het aan het controleren. En dan ja, zo kunnen we pakken volgen er weer. En zo doe ik dan heel vaak langs. Ik kan die aandacht stellen, kan ik dan weer pakken komen. Zo, helemaal. Oh, nee.
Het is een stuk goedkoper als volledig geautomatiseerd. En ik vind het voordeel van dat je tegelijk de wagen terug ziet. Ik kreeg gewoon. Ja, we hebben enveloppen niet gemaakt. Nee. Bouwmateriaal. Nee, ja, oh ja. Ik film dat bord eigenlijk, met een kieskop erop. Oh ja. Hier hebben we grote lotsen die gebruiken maar als caravanstalling en autostalling. Ieder zijn hobby en deel. Met de meeste dat elkaar ziet, want de man staat er een rol. Uh-huh. Die linkse auto is geschat op 60.000 gulden. Die Citroën? Die komt van Amerika, maar ik geloof het niet. Welke, de Citroën of die Triumph? Nee, die Triumph. Die twee daar, die zijn samen bijna een ton waard. Ik geloof het niet hoor. Als ze opgemokt zijn dan, hè. De Cornfield? Dat is ook een ton. Ja, maar moet niet te veel die hoop filmen daar hoor. Oh nee. Het bosje draait er wel. Ja, hier hebben we nog 2,5 hectare maïs staan, die zo. En dan tot achter dan de bos, daar hoort er ook bij ons dan toch. De koeien van Ad Gamma's, onze buurman. Zie je er goed uit? Die koeien, hè? Ja. Van de maïs ook. Maïs ook redelijk zuiver. Nou, we hebben heel goede maaien zaten hier, alleen ja, het vel ziet ook goed, ook makkelijk hier. Ja, het is alleen maar om de kaart hier, dus het valt mee. Kijk, als ik nou eens in het midden van de akker, daar zie je geen sprietje. Ja, maar ik kan eens al best wel maaien kennen, denk ik. Ja, nee, maar het vel wil ook zeggen dat het daar wel zuiver staat. Oh ja, dat is wel zuiver. Ja. Stop. Nou, deze baan, die komt binnen nou een aantal weken komt in jou toe. Gevaren. We hebben een zeecontainer besteld en we hebben de traditie in handen genomen dat iedereen die trouwt bij ons, die krijgt die banen voor zijn deur. Dus die krijg jij nou. En als Hans gaat trouwen, dan moet hij ze weer terugsturen. Zo werkt het. Heeft er vanmorgen iedereen die dus gehad van Tom van der Wang gehoord? Mm-mm. Toen hij getrouwd is, hij die ze weer gehad van Kennis, die hij er zat geloof ik. En toen iedereen is getrouwd en gezien, toen hebben we dus die banen hier toe gebracht. En nou gaan ze naar Canada. Volgende week komt een container. En dan wordt ze opgeladen. Ja. Kost wel wat geld, maar ja, moet er iets voor over hebben. Ja. De rekening mee sturen we wel. Dat is het probleem. Onbekende afzet. Hangt dat dus gewoon over dat muurtje met z'n bier? Ja. Lief, hè? Avond mee z'n haaien. Dat is de sleufsilofrieken van Piet Geers, hè? Ja, die hebben opslag van bouwspullen allemaal gebruikt, ja. Ja. En daar links, daar, de hak is de ene kant is nog een zitten verkeer in, dus wel met een heel slecht dak ziet wel. Maar aan deze kant is een lange gang, daar doen wij een afleveren. En dan doen wij de varkens s'avonds klaarzetten, als ze die samenleggen of s'nachts komen halen, hoeven wij het niet meer uit. En dan kunnen ze, ja, de hekken kunnen ze dicht doen, en dan kunnen ze de vrachtwagen recht voor zetten, en dan kunnen ze behouden, hè. Zelf hoeven wij het niet meer uit te zijn. Hier is ook allemaal varkens in, we kunnen 600 mestvarkens houden. En een beetje rundvee, dat hebben we niet. Ja, twee stieren. En 9000 kuikens. Daar staat niet duidelijk op, want ik stond met mijn rug naar jou. En 9000 kuikens kunnen we ook houden. Ik wil eigenlijk niet anders. Nee. En daar hebben we nog een kaas, dus ook even kijken. En vooruit. Is die ook voor jullie? Ja. Wist jij dat niet? Nooit geweten. Ja, ja. We hebben een baan gehad van onze buurman vanochtend. Ja, vind mij een bankschip. Iedereen zit meteen op de baan. Ja, nee. Een tunnel van de middenlijn. Tunnel of Love? Ja, dat is goed. Het is paas, maar houden we eigenlijk meest bij, wij ook wel. Maar we eten er al doen, ja, wij doen er eigenlijk niet zoveel aan. Ja? En druiftrossen. Dat is vroeger zwembad. Vroeger was het zwembad, ja. Kan je beginnen te filmen. Nou is hij bezig, ja. Zit hij niet stof op? Dus Tuurlijk niet. Nou, wie geeft er uitleg bij? Nou, foto van iedereen van Sien, 27 maart 1992. Op het zaad gemokt? Ja, hij stond wel op het gras, maar toch. Ruim een jaar geleden alweer, hè? Ik kreeg niet duidelijk, hoe komt het nou? Ik zal eens... Nee, maar nee, wolzig.
En nou is hij duidelijk. Kijk, nou ziet de man meteen ook in de glas, want het spiegelt. Maar dit is een straalfoto van ja, van Edis en Verschien, die staan er op het zaad. En hier zijn we dus binnen bij Edis en Verschien. En ik moest even de poesje erop zetten. Ik zit daar te vrenken, poesje. Dat is als poesje, hele poesje. Kan je eens poesje? Oh nee, de helft niet, want deze is dol. Zoveel meer als ik. Oh, ben je een beetje dood? Hoort je niet van eens wat? Wij hebben eens praten. Wat je wel kan is. Kom mee op de zak niet. Ja, maar de liefde ziet mij natuurlijk. Maar. Ja, weet je nog niet. Kipjes, nog meer kipjes. En dan zit. De hand misroeren, want dat doe ik niks. Ja, dat is niet zo. Oh, dat is te klein. Nou zit de poes dus eigenlijk het licht van jullie Hansen logie. Waar de grond, Hans, daar ben je in Vlaanderen. En die komt hier de deur. Stop maar, Hans. Het was leuk. Ja. Microwave. Kussen, hebben ze ook? Ja, dan neem ik spaarwerken. Nou, nee, dit is een kitchen. De huisvrouw. Ik zeg even niet weg te lopen. Nee, maar ja. Nee, loop maar verder. Ik doe alleen maar de kamer, maar verder niks hoor. Nee, ik doe de mokken af. Dat hoopt. Dat hoopt niet, even. Lekker weer. Hier is lekker weer. Hier gaan we nou de video kijken die we nou net gedraaid hebben. Daar ga ik nou het over doen. Ze zijn wel trots op de regen. Oh, ik mocht niks negatiefs meer zeggen. En, het is wel zo, het is een dubbel woning hier, hè? Dus eerst het kleinste huisje en die neef is nog groot, maar dat komt nog. Dat is ja. De volgende film. Dus niet dat je denkt dat ze nou zo klein zitten te wonen, ze hebben nog een huisje even. Stop maar. Ja, het is toch zo. Draait hij? Ja, hij draait. Ja. Nou, die rechtshond is van ons, dat is onze Bas. Of zie je de honden dan? Ja, die honden zie ik nou. Ja, en de linkse is van de Spil, dat is de Flos. Van wie? Van de Spil. Ik weet het niet wat je is. Hè? Oh, we zijn nou bij ons. Zeker. En jullie handen juist in de ogen al dicht. Dat speeltje komt in de rol gluren. Hey. Zet er die ook maar eens op. Nou, even kijken of ze goed. Ja, het valt er wel goed op. Nee, af en toe zie ik het goed. Dan. Doe die af en toe ook in en uit zoeken. Ja, oké. Dan komt, hoe heet dat manneke? Dit is Bart. Nee, de andere is L. Kijk nou eens. Zie je de paard nou? Ja, de paard is weg. Ja. Maar dat is hem niet in ieder geval. Hij komt terug. 11 jaar, aandacht, weet ie. We hebben binnenkort voor elkaar ingehaald. Zo? De wild. De wild? Ja. En nu pas? Ja. Krijg je natuurlijk dingen van en de hand heel erg goed. Is dat een wilde kerstje? Dat moet natuurlijk wel kunnen, hoor. Zo doe ik dat weer. Ja. Ik had hem al. Ja, zo is het ik zal, hè. Nee, daarom. Ik, jou? Ah. Leg maar een beetje net al van Lotte of zo. Van wat? Nou, hier ben ik een auto, dat is een PRK, Transpa. En, nou, die Lotte zou we even in de die zet. Ik heb veel gehoord. Ja. Ja. Nou, open de doos. Oh, ja. Dus een lotje. Ja, dat is een lotje. Daar zie je nou een kalf liggen van vanwege. Oh, ja. Ja, dat is hem dus. De trekker van John. De trekker. Ze hebben er nog een, hè. Behalve we van nodig hebben, dat weet ik al niet, maar ze zijn wel lekker zware trekkers. Nou, dat kan wel. Deze. Ja, waar is dat, Jan? Op je iemand te draaien, dat is. Stil en zand, ja. Ja, die hakken wel ieder jaar een beetje aangepast. Ja.
Eigenlijk is die roepen gevonden, hè. Goh, wat een rommel allemaal. Nou, John, zeg maar eens weg. Ja, dat wordt een beetje wazig. Oké, het komt aan de tijd, bro. Nou, hier zijn we dus in het kamer. Nou, even komt hoor. Ja, het is wel een half, hè. Half, ja. Ja, we hebben weer. We zijn zomaar tamelijk nog. Ja, merk het. Ja, dan moet ik een tijdje negatief. En er valt niks negatiefs te winnen natuurlijk, hè. Nou, hier heb je het idee dat John Deere een heel goed merk tractor is, dus hebben ze 3 John Deere's. Niet te zijn. En dat klopt dus natuurlijk ook. Dat is John niks. Deere Pers, John Deere Pers ook nog, ja. Kun je lekker mengen zoeken? Die stuiven die keer, ja. Nou, dat was een beetje dan. Ze hebben toch weinig te zeggen. Ja, we hebben weinig te zeggen. Ja, ja. Ja. Ik had eigenlijk nog iets besteden. Ja, hebben ze de laatste half jaar 8 dan nog 5 kort geweest? Ja, ze gaan zo de die staan er ook op. Was maar film, eigenlijk wel. Sweet. De naam deurt op film, en zelf zeg je niks als je de film zag. Hier zijn we in de stierstal, in de boelstable, of noemen ze dat? De bullen. De bullen. Ja, dat je ook allemaal aan de bullen zo, ja. Allemaal aan de bullen. Ja, niet dat iets al brengt, maar goed. Al die naar geld kosten, hè. En het zijn allemaal een beetje vleesrassen. De moeders zijn gekruiste Piemontese, de vader is een iets van de Charolais of zoiets. Komt uit Genève in Frankrijk, in Zuid-België in ieder geval. Nou, die is allemaal poepen. Ja, yeah, ja. Yeah. Mark over Nun, die te kijken toen jij hier vertrok was je, waar ben je nou, 16 hè? Ja. Toen waren je dus nog maar 12, maar toen kende jij misschien ook niet. Maar het is een ruige vent geworden in ieder geval. Ik zal hem even groter in beeld brengen. Kijk, die Suzuki die rijdt 80, 85. 60, man. Oh ja, 60 volgens jullie maar. Ja, jullie maar denkt dat je maar 60 gaat, maar gewoon 85. En die ziet de video dan niet dus. Nee, daarom. Video. In Canada. Nog even een afstandsshot. Ja,
Ja, nou zijn de A nog niet bij, dus hij kunt, kijk, Christ vertelde, onze maaier zal heel goed bij staan. En server en zo. Ja, ja. Deze Johnny waar ik nog even vergeten op te zetten. Bij deze dus. Hier een beeld van de suckers. Dat is toch Engels voor zeugers, hè? Met de mamies. Geloof het of niet, maar vanuit hier zie je ook weer Theo's mengvoederstand. Hier precies in het midden van het beeld. Die grijs-witte strepen tussen de bomen. Leuk, hè? Hier zitten we bij ons in het mesthok. Dit is een afdeling met trofvoering, dus niet zo bij je trofvoerbak, maar hier moet je. Nu staan we bij Richard op de werf en nou hebben we te doen met een echte, ja, inderdaad, een zaadstorm. Zie maar eens. Hebben jullie dat in Canada ook? Nou, het wordt lekker zonnig. Die kent allemaal nog wel een beetje zeker. Dat woont Guus Boeren dus. Ja, dat weet ik toch wel. Ja, jij stelt er nog niet op, dus dat is al niet de kleur zit. Ja, geef maar eens uitleg. Nou ja, daar zit de paasmaas, zit het hoor. Terrasje. Hallo, René. Hoe is het met jou? John is nog. Kom voorbij, zitten allemaal. Ja, kom er wel bij zitten. Nou, we zullen even gaan zitten dan. Er zijn allemaal veel van. René, bedankt voor de uitnodiging. Een hele mooie kaart. Ja, dan wil ik er niet eens even knikken. Zullen we wel eens. Langskomen, zo was langskomen. Ja, ooit. Een halve schap komen we. Oh ja, dat deed ik helemaal wel. Zit hier lekker. Het is dus onze tasje, ik zal hem niet loslopen denk ik hoor. Onze wie? Hoe heet die? Nee, dat zullen we wel niet opkloppen. Hé, hoe heet die? Tasje. Ja, ik zal hem even loslopen. Ja. Dat zullen we niet mee hoor. Ja, echt hoor. Oké, maar die springt nog wel tegenaan. Dus ik ga hem ook naar. Kom maar. Ja. Oeh. Hoe springt hij zo? Is dat al los? Sorry. Nou, toen ons dat al.
tegen mijn benen nog. Ik kan wel zeer doen. Nou, rustig. Even loren. Ja, komt Jan. Ik ben uit de les hier al een beetje gekomen. Dat is Ralph's Beef noemen ze dat. Ralph's Beef? Ralph's Beef, ja, die kreeg ik voor mais en een plak van. Oh, dit zijn allemaal stieren dus, dat staat er niet op de film. Oh, ja, dit zijn allemaal stieren. Eén kwintje zit erbij. Ja, die groeien goed, jongen. Oh, stond er nog niet op, denk ik. Dit zijn dus allemaal stieren. Oh, ja, dit zijn dus allemaal stieren. Stond er al wel op, maar... Ja, ja. Het is wel een dunne zeker, John. Nee. Ja, die stuit wel wat in. Sunny boy. Sunny boy. Dit is er een van eigen stuk. En daar is ook een sunny boy, denk ik. En dit ook, maar dat is ook een stier. Yes. Ze krijgen hier dus potatoes? Ja, ze krijgen hier appels, ja. Voor je? Ja, ze zijn, waar gaan ze dat ook weer? Dat weet ik niet wat voor het is. Voor je eerst. Ja, zoiets. Ja, die brengt ze 4 cent thuis. Dan hebben we 10 minuten werk met meeste wut rijden, dus ja. Ja. Ja, dit is wel een school, denk ik. Acht, schiet, schiet, schiet. Oh, wat poppen. Nee, die kennen ze toch. Ik heb al een woord voor de herkenning. Ja, de INR. Voor de fraude. Die gaan dan. Oh ja, die kent je ook niet. Die gele flappen, ja. Heb je al veel slachtoffers gemaakt, zeg maar? Nou, van mij ja. Had je dat geleest in de... ...drie? Het geluid dat je bij je hoort komt niet van die kalf hoor. Wel hoor je dan bij haar? Sorry. Oh ja. Dit is een cubby. Dit is een ook. Cubby? Cubby hè, die nesten. En Inspiration, die zwaar hier ook. En daar is een boppen, dat is even een schoenste. Die doet mee de kalf oppakwedstrijd mee. Je hebt hem aan het filmen of niet? Ja. Deze hier hè. De bul is al. Moet de koeien of niet erbij zien of niet? Vogelreservaat, wat je nou opkijkt. Nee, niet waar. Toch bijna? Nee. Je zegt maar wat je wilt laten zien. Nou, ik wil wel een paar koeien laten zien. Ik hè? Dan gaan jullie maar waaien. Dat doe ik al best wel. Dat doe je, hè? Ja. Voor mestkoeien. Nou, die put heb ik nog niet gezien. De put die ze pas gebouwd hebben. Veel mest dus. 405 kuub net. Net hè? Ja. Koeistrond of verkeerstrond? Dat maken we al bij. Als het maar shit is. Als het maar shit is. Nou, hier kijkt er dus in. Je ziet alleen hem gaan waterstand. Als je iets ziet, trouwens. Ja, ik zal een vliegtuig doen binnen. Ja. En die bovenop gaan ze dan daar spuren beginnen. Ja. Ik heb het niet op, hè. Nee. Wauw, wat een lamp. Dit is een koei. Een put.
eerst Bert. Zij is daar het punt ingeschreven. Hey, Lotte, wat kut. Dat moet op wiel, zeg ik ook. Hij is van Duitse afstamming. Die heeft jaar een tweeling gehad en een lapmaat eraan. Je kunt zien dat ik zo'n touwknot erop heb. Ah, ja. Kijk, daar zal ik even op inzoomen. Ik dacht dat het een stondje was. Maar... Ja? Ja. Kijk eens, Rocket Chairman. Ik laat alleen een beetje de beter zien. Ja, ik kan wel goed. Ja, die heeft, ja, we zouden die jaar geven, dik 7, dus niet lekker vers. Even in de microfoon zetten, want waait nou wel hard en dan goed doen. Het is dus een Travis, een Franse stier. Rip Valley Travis. Ik weet niet of je die camera niet kent. Heeft begin december gekalfd en die geeft nou nog 30 liter. Die is toch geschat op 36 liter. Ja, dat is verse. En die nummer 45 die er ligt, die zou ik ook even omhoog doen. Witveld dus een beetje. Dit is een zoutwind. Je moet even goed op de zijkant pakken. Ja. Dit is dus een zoutwind en die heeft, ja, heet nou een week of 2-3 gekalfd. En die heeft ongeveer, ja, dik 30. Die zal nog wel iets tegen, denk ik. Die komt uit een Belrex. Die Belrex komt uit een banner. En die banner komt uit een... Kantor. Dit is dus ons beste koei. En die, ja, hij moet nou bijna droog. Maar ik denk dat hij al iets van 14 dus liter gegeven heeft dit jaar. Wel 450 dagen of zo. In 305 dagen had hij bijna 11 liter gegeven, 84 vet. 43 hij weet. Ze zijn nu eens vet en uit gaan. Testen, dus ja, telt op. Dit is een standaard. Die komt uit een koei die ooit in Duitsland gekocht hebben, in Loren. Wat is dan nog zomaar een standaard koei? Ja, standaard, ja, Ruhel Farm Chief Standaard. In Amerika. Ja, zwaar gedood. Ja, om het rijden goed uit te rekenen. Gewoon op zijn schoons erop. Hey. Ja, dit is dus een Valiant King. En die heeft nou twee keer gekalfd. En die staat van jou, dus je schat hem op 9800 liter. Met die, was het, 34 vetten en 44 uit of zoiets. Dus de tweede kalf dus. Dat is ook niet slecht, hè? Nee. En dan hebben we een Blackstar Pink, maar ja, die lopen in kalm, die kunnen nou niet zien. Is dat ook hoog met elkaar geweest? Jan Spijs? Nee, van daar hebben we wine gebruik. Dit is een gemmeler dus. Daar hebben we nog wel een stuk of 10 van, denk ik. Zo'n beetje rechtstukjes van naast lijkt allemaal korte koeikjes. Ja, dat nou, dit is niet de mooiste niet hoor, die staat echt in. Ja. Dit is een gemmeler, die naam Biest. Of die gemmeler, die is 1,53 groep, hoeft de maat. En die is 5,5 punten ingeschreven. En wat geeft hij nou? Ja. Hij gaat voor de top 4,35 liter. Dat is vers. Daarna geeft hij nog 25, denk ik. Ja. Hij zal het jou zo tegen de 8000 geven. Nee, dat was geen dan. Ja. Hij heeft een keer ouders tegen gaan, dat is eigenlijk jammer, dat is veel gezakt. Maar het is wel een schoon beetje. Ja. En die daar dus rechts staat, nou, die staat er nou niet goed bij. Nee, gaan we naar de Valiant King en die is 4,5 punt ingeschreven en die heb ik gekocht vuur gehad bij Gerrit Jaser. Een bal is weg. Dan. Toen weet je, ja, gewoon les, maar ook met name jaar had je toch de deur. Dat is 4,5 punten, dus is dat. Ik dacht dat misschien wel AB, maar goed. Helaas. Het is een beetje een slecht B-merk. Maar ik vind het toch moeilijk. Dit is ook een zoutvind dus.
En die geeft nou, ja, dit is ook een paar weken gaaf, liter 27. Dat is ook best gewoon beestwerk. Je moet eigenlijk nog een beetje toenemen dat je 30 liter geeft, dan is het goed voor mij. Nou is het nog een beetje moeilijk in de melkstand. Lastig ding. Ja, hij loopt niet goed te schieten en zo. Dus. Ik denk als je dat dus afleert, dat je dan wat dukker geeft. Ja. Hij loopt. Oh. Dit is een Etason Kibi. Dat is een Nijlzeun. En deze koe die geeft nou, ja, zal het jaar rond de 10, 11 dus dit te geven. En die is nog gehaald, maar ik vind het wel mooi koe in het begin. Dan komt die FRC uit die je in het begin hebt gezien. Even geduld ook. Pauze. Goed beveiligd hier. Entree. Het machinepark. Twee schutten. Ja, ik moet een demonstratie geven. Een handig griffje. Dan doen wij de beer met Rijn, hè? Weg een keer. Lloyd, makkelijk. Dankjewel. Draaf ook erop aan de zijkant. Dat is in de nagel. Dus zijn je op 211 TK 211? Ik heb ook een neus erin zitten. Ik loop even voor de kit in de bak naar voren rijden. Welk? Die is nu zwaar te buis. Oh ja, ja, ja. Dit is voor de mestcontainers vol te rijden. Ja. Dan zien we daar een kachel vast kou is. Ja, die versleept. We hebben een gaskachel gemaakt. Die vries. Oude die vries niet meer. Meer? Daar nog wel, ah, ja. Vroeg. Mestmixer. Kijk eens aan. Gold Country. Op het lastig is. Ja. Mestmixer. Ja, hier lopen te dun, dan was ik maar voor rupsje op. Hè. Lomborg. Olivatje. Mooie kalender, joh. Lassenpot, mooie kalender. Stil, mooie kalender. Ja. Dat is voor de inplak van de bloedtank. Maak ik ook weer van. Hè? Inplak van de bloedtank, moet ik een ding maken. Oh. Dan moet ik ook zo in een koffer zitten. Met een bonkietje anders. Pas er al? Nee, kom. Stenen klem, je hebt pas gemakt. Gezonnen. Stenen. Oh, die heeft meegedaan, klem, ja. Is je al klaar? Is je klaar? Ja, ik denk dat we het wel. Aardkant, zal ik aan het aardkant. Oh! Dan vroeg ze nog even waar die eikers om vandaan kwamen, die eikenboompjes allemaal. Oh, die komen dus van die oak tree. Ja. En de pomp, en de pomp. En het een. Ik vind het heel mooi, toch? En er meer licht? Echt, oh ja. Doet hij daar. De jaloerse dingen ga ik opdoen. Die jaloerse dingen, ja. Ik kan hem hier ook onderhouden. Ja. We moeten zien de rechts. Nou, deze, ja. En dan heb ik hem goed omgevallen. Dit is dus het BAP. Bemesting adviesprogramma. En dan stuur ik alle vissen daar ongeveer papier op mee wat ik gedaan heb, bewijding en hoeveel kust ik gestrooid heb. Dan krijg je twee van zulke velden. Eén, dit is dan een soort de graslandsgebruikskunde. Dan kun je zien wat je gedaan hebt, hoeveel kunstmest uit kunstmest en het drijfmest dat je gestrooid hebt. Deze heeft 31 kilo uit kunstmest en 10 kilo uit drijfmest. Goed hebben. Ja, dit is de eerste snee geweest en hier heb ik nog een keer gedaan. En dit is dus een compleet advies. Waarover voor de stikstof en de fosfaat en voor de kali. En dan kunnen we hier kijken, als het laatste gebruik maaien is geweest en gaat het de volgende keer weiden, dan kunnen we precies zien, nou, dan moet ik 50 kilo stikstof bijstrooien en 65 kilo kali.
voor een optimale weidesnede. Is de vorige keer weide geweest en de volgende keer wordt gemaakt, dan heet hij precies hetzelfde nog als de eerste waarde, is toevallig misschien. En hier staat er een sterke bij en dat wilde zeggen dat het een aangepaste kunstmestgift is. En hier staat advies, zet zo de mesten. En zo wambel. En we kunnen dus, heb ik, ja, dit is van de vorige keer dan. Je zit al hoog met hier nou, 300 piers. Ja, die hier voor gaat, ja. Ja, hoe zit dat komen? Is te duur, denk ik. Nou, de aardappel toch wel weer terug wel, denk ik. Doe ook. Ja, Command, Southampton en dan Eagle. Liet man dus niet Black staan, Michael, ja. Doak, Travis, Royalty, Mellow. Oh. Hey, ik zei net tegen wie hier handel was voor met of niet. Dat is een logisch hoor. Maar je hebt hem niet gezien? Ja, toen ze een beetje aan het bouwen waren. Dat is wel lang geleden, man. Kalender is ook wel mooi, vind ik. Nou, toch. Goeie kalender, ja. Surprise gaat het, hè. En die klank ook, hè. Je paaspree. Dit is wat kantoor van bedrijfshulp is hier. Kijk, daar sta je ook zijn even pennen staan af met een B van bedrijfshulp. Mm-mm. Oh, ik dacht dat het een bed was. En hier het plan van natuurgebied. Ik denk dat dit is. Wil je ook erbij pakken dan? Ik doe. Dan heb je de hoeding in. Van een motschap of een. De motschap boven mij. Oh, dat mag niet. Kijk wat voor plan dit is. Begrenzingsvoorstel. Ja, natuurlijk biedt er zo staan die wel op. Ja, nieuwe strand, oude strand. Oh ja, kijk, deze film weer of niet? Ja. Hier de Withagen. En dit is dus het gebied van de kastel. Hier is een verbindingszone tussen. Die sterke zijn locatie stepping stone. Dat wil zeggen dat moeten de kikkers kunnen uitrusten en de vlinders kunnen uitrusten. Dan moeten de poelikers komen. En eens kijken, waar zitten wij? Door Molenstraat, hier zitten wij, ja. Die gaan hier achter willen ze dan ook allemaal wel maken. Nou, dan zie je wel, hier is allemaal natuurgebied moeten dan worden, of bos, of hier heel kastel valt erin, kent. Mag de boeren niet maken? En wij zijn die puntjes, bos, en mijn stripjes. Dat zijn reservaatgebied hier zo, dit is reservaatgebied. Dit is er aan. Ik dat er iemand iets geeft, zegt of doet. Hi, Konee. Op de mond. Hallo, how are you? Ik heb een paar geleden, ik kan met een aardje afkomen. Ik heb een aardje afkomen. Hans pakken, want die is jaar nog. Zit er aan het filmen? Nee, even aan het oefenen. Inzoomen. Nee, dat is al doe Hans maar eens een close-up. 19 jaar is hij jong. 19 jaar. Wij zitten dus op de verjaardag van jullie Hans. Hij wordt 19 jaar jong. Hans heeft zijn muts net even afgezet. Oh, zo'n feestmuts maken. Ja, ik zo direct die lege maak kan ik ook opzetten. Ik heb hem bij een mijlpaal bereikt. Stel je nou het film? Ja? Heb je de bereikt? Ja. Stel. Wat hem zien die boom daar? Oh, welke ja, boom? En dan moeten we het boekje vragen of die vriend van elkaar. Karin. Dat had ze mailen. Oh, ja. Karin heeft een vriend. Hij is Karin de vriend. Ja, 97. 25. 1 meter 97. 1 van 7. 1 van 7. Al 5 man heb natuurlijk nog en niet Jeroen. Ah, een dure televisie. Oh ja, die zwart-wit. En dan kan met een bos, hè? En dan had je werk. Dus als kan een werken. Kan een misschien wel werken. Ja, het is zondagmiddag trouwens. Het is wel ik zal de datum even bijzetten. 12, hè? Je zit niet meer 12. Ja, het is wel een stap. Eentje is één stap. Ja, daar snapt hij natuurlijk allemaal niks van, hè? Dat zeg ik dan. Zeg het eens. Ja, moet jij zeggen? Ja, ik ben hier voor. De dalen maar ik heb het film, zeg. Je kunt dat wel even zeggen. Je kunt dat goed uitleggen. Tom, vertel het. Ja, Tom, vertel jij het eens even. Zeg het. Ik ben hier voor, hè? Nee. Die kan op. Toen zijn vrouw is in verwachting en ze verwacht kindje in november. Klaar. 15 die loopt. 15? Afgewerkt. Dat weet hij al goed, hoor. 19 in, hè? Nee, dat zijn niet alle moeilijke tellingen. Hoezo? Plus minus. Niet veel waar niet. Niet veel waar is het. Tel nog, hè? Ja, we moeten tenminste even omkrijgen, hè? Bad! Hey, Bad! Hallo, Bad! Doet hij, Bad! Nou, film
gaan filmen. Vreemd dus. Ik denk, dan zal ik de camera eens pakken, want de John die filmt altijd, dus die staat er nooit op. Staat er op? Daar staat Francine even kijken. Vertelt hij er ook bij? Ja, ik vertel er ook bij. Vertel dan ook. Ik weet niet wat ik moet vertellen, maar... Ja. Edri zegt proost. Richard ook. Hans, ik kijk nog even om de hoek. John heeft geen bier. John heeft op zondagmiddag geen bier. S'avonds een drinkje neigen altijd in mijn Lazarus. En dan is hij zondags niet gekomen om bier te drinken. Erop zetten. Johnny, kijk, zie je hem? Hij drinkt 7-up. Ja. Dat is toch, noemen we de John die gekend, hè? Altijd bier. En nou van de 7-up zondagsmiddags. Heeft u wel flinke deuk mee opgelopen, hè? De image. Nou, heel het stel nog eens een keer bij elkaar. Bezig, hoor. Ja. Kijk eens naar jou. Moet er dan zo'n kopje in doen, hè? Nee, vind ik niet. Nee, nou ja, ik kan. Vind je even wel? Ja, dat mag mij niet. Ja. We hebben net een uitnodiging opgemaakt. We geven hem weer een gigantische vuif. Kunnen we niet bij zijn. Volgende keer als we maar vuif geven, dan moet er maar overkomen. Dan kunnen we weer eens meemaken hoe het hier op het Hollands toe gaat. Right? Right. Okay. Ja, right. Ik vind dit weer als veel dat ik moet komen. Ik kijk daar toch niks dus. Er zit een zonbekken bij de neus. Dat is wel heel close zeker, die neus. Ah, de uitnodiging. Kijk naar deze. Hallo, hallo. Listen carefully, we only say this once. But the time is coming up. Aanstaande vrijdag 9 juli is er weer een gigantisch vuurfeest aan de Dorpstraat 29e Ulicoot. En net als vorig jaar toen iedereen helemaal uit zijn dak ging. Nee? Aanwezig. Oh. Zeestrand, palmbomen en brand. Welk band? Ambiance verzekerd, sfeer ook. Just be there. Francine, Edrie, Fik, John. Nee, Anita, be there. Huh? Oh ja, 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 be there. Nog steeds dezelfde band. Je weet het op tijd, daar ligt het niet aan, hè? Ik heb het niet aan. Op tijd. En dan krijg je niet. Hey, je weet dat tijdens kunt komen. Ja. Ik krijg die baan van de week. En zie hier de filmen van de hele band. Huh? Dat krijg je straks. Nee, dat is leuk. Ik kan het niet horen. Oh, jij bent aan het inzoeken. Bij uw wijsvinger en bij uw die vinger. Heb je hier een aan het op? Ja, dat was daar. John, doe even een borsthagen weg. Het is een beetje moe. Het past goed bij de pleetjes van Marion. Nee, eigenlijk nog niet. Zijn jij nou hoe constant met opgekomen? Dat moet wel zeggen ook, hè? Ja, rond door de dinges, hoe die? Ja. Dr. Elben en zo. Nee, Hathaway. Oh, Hathaway. Dat is nummer 1 in Nederland nou. Nou? Al paar weken. En dan moeten ze zeggen nooit gedacht. Nooit gedacht? Nou, we zitten nu dus in de huiskamer bij Tom en Glinda. Daar is de trouwfoto. Beetje moeilijk. Ja. En nou vertellen jullie iets, hè? Dan breng ik even. Dan breng ik even hier de vuurkaart van het huis bekeken, maar hier hebben ze verder. Hebben jullie hier een feest anders? Nee, hier aan buiten. Ja, jong feest staat normaal gesproken hier, hè? Ja, in de winter. Ja. Leeg. Maar de rest staat dus in Ulvenhout. Ja. Bij de papje en mamie van Glinda. Juist. En dan melk ze dus. En dan gaan we de dan ook kijken, maar nou eerst even de buitenkant van deze bedrijf. Nog iets toe te voegen? Wel buiten. Ja. Dit is dus huisje nooit gedacht. En hier staat dus het jongvee, maar dat loopt op het moment natuurlijk buiten. Ik weet niet of jij hier al eens iets van gezien hebt, maar hier wonen ze dus in deze huis. Dan moet ik even naar het fout gaan, eigenlijk deze huis dus.
En dan kijken we zo op de Bredaarse weg. Dus de weg van Kaam naar Breda. Overhout. Ja, dan kunnen we dikker in houden. Huh? Dikke lijn. Ja, dan hebben ze die lijn nog niet vastgekomen. Oh, dan hebben ze de stal afgekopen kunnen. Dit is nog gewoon de oude melkstal die ze nou niet meer gebruiken. Ja. Alleen de jong vete melken dan. De jong vete melken. Jong van melk is het niet. Echt een veerpap. Dit is wel een kalf, hè? Tom, dit hebben we wel een koper kunnen kopen. Kopen, dat is. Je hebben we dus in Ulvenhout bij het bedrijf en het huis waar Ton Ekelin dan misschien ooit nog wel eens in komen te wonen. Dit is een nieuwe stal. En dan gaan we dadelijk eens een kijkje innemen, want ze gaan de koeien al melken. Nou, 1 man werken en 2, 4, 6, 7 zijn te kijken. Het was hier wel uit de pad zo. Eet die stoort zijn eigen ergens aan. Dat is goed verdeeld, hè? Ja, vind ik ook. Nee, de beest. Kitty. De vrouw is onderwijl bij de cirkel. Dan krijg je de buiten zo'n attic. Oh, is de koeien aan het halen. Dit is niet leuk. Kijk, daar is een. Zorg goed bouwen. Tom, zie je? Die eerste spiegel. Wat is het? Die is het. 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 Hij staat alles goed op te houden, ja, want hij wil. Hij wil gepakt worden. Hij heeft gewoon een keertje op hem gehad. Ja, deze moet gewoon een keertje op hem gehad. Ja, ik denk het. Ze is een koeien aan het halen. Ik kom er al wandelen. Hoe tussen de 70 en de 80 melken ze nou. Ze melken nog tussen de 70 en de 80 nou. 75 dan. 75 ongeveer. Dat is weer bijna aan. We melken dat is gewoon een goede bedrag afgooien. Dat zijn niet schoon. Een hygiëne. Hier stond dus een keer ingesprongen naar deze ring achter. Want de bout blijven hangen. Welke bout is er nou? Deze. Was het deze bout op? Huh? Was het deze bout dat je aardig hangen? Ben je vertrouweling? Oh, een linkbox staan. Toen heb je dus heel zijn vinger open, vertrouweling dubbel te zorgen. Een stuk tussen glas. En nou is je weer uit. En nou heb je hem niet al. Een waspreker 6. Ja, leek te zetten. Ik ben al dat hoor, het is zo stom als ik ga zeggen, zo als het goed omvat. Niet te snel. Deze kant niet, dan moet je afvallen. Niet snel, niet snel, niet snel. Je moet deze knopje indrukken, deze. Ja. En dan moet je straks afvallen en deze spoelen. Ja, spoelen. En deze omvangen, zo. Dus afvallen. En deze mag je melk in die apart, die moet niet op de markt afvallen. En deze komt voor de koeien terug nummer, maar dat heb je nodig. Omdat. Die deurverbonden is de melk, heeft niet naar de computer deurverbonden. Yeah. Dus als de koeien uitkomt die in de melk staan, dan gaan de volgende koeien onderaan de spiegel op 0. Dus dan weet je niet meer. Dat is weg. En waarom is het binnen zijn idee dan? Ik kan er naast de bike komen, maar ik was binnen in de jongen. Oh, oh. Yeah. Het is wel een goede man. Thank you.
Dat is een goede stok, hè? Ja. We hebben het maar die zeggen we komen op vroeg, maar we waren geen goede, we komen door de andere. Ja. Dat is zo dagen. Ja, zeker. Rijdt die uit koeien die de brok niet op hebben gegeten, eventueel koeien die dus ja, tochtig kunnen gaan worden. Die geeft hij dus aan dat je die koeien extra goed in de gaten kunt houden. Er was de investering in ieder geval. 6 weken controle naar inseminatie geeft hij ook aan. Eventueel als je dus wil, kunnen dan laten voelen door de veearts of wel het inderdaad kalf in zit. En dan, welke dag je droog moet zetten, geeft hij ook aan. Die hebben het aantal dagen hebben ze dan gemolken. Dan kunnen dus, als je dat precies volgens die dagen zou willen doen, dan kun je die erop zetten. Op de dagen dat er staat, ik geloof dat er een datum bij staat. Ja. Mm-hmm. De computer kan in principe alles. We zullen individuele koeien pakken. Ik weet helemaal niet welke dat nou op dit moment. Ja, die zitten dus niet in. Ik werk ook niet zoveel mee. Nou, hier kun je dus zien wat de koe elke dag zou mogen eten. Wacht even, ik zal met eentje naar onderen, John. Deze. Hier kun je dus zien wat de koe van ons krijgt elke dag. Hij mag 6500 gram voer hebben, dus 6,5 kilo van het ene voer. En 500 gram van het andere voer. Het ene is krachtvoer en het andere is eiwitrijke voer. En hier kun je dus zien wat hij vandaag al gegeten heeft. Voer opgenomen, 3300 gram van het ene en 300 gram van het andere. En dan mag hij dan in 2 keer mag hij dat opeten. Maximaal mag hij dus 5 kilo per keer mag hij hebben, want anders kan hij dus inderdaad doodvoeren. Hm? En hier kun je precies zien wanneer hij gekalfd heeft, 13/10/92. Hij staat nu in de status van drachtig, dat betekent dat Tom hem in de gaten moet houden. Die moet nog geïnsemineerd worden. Ja. Of nee? Status van drachtig? Ja. Die moet hij natuurlijk kalven. Hij is dus al geen hoefte meer. Ja. Je kunt dus precies allemaal zien. Ja. Je kunt alles bijhouden. Niet de volgende deur aan het... Ja, de oude stal, hè? Die stond in de boerderij, in een oogstje. Ja, die heeft in de oogstje staan. Ja. Nog een bijzondere koe daar? Ja, die had... weet ik niet. Maar wel een bijzondere. Ja. Het is een bijzondere, want hij precies gepresenteerd heeft, dat weet ik niet. Hij had niets. Heb ik gewoon voor. Je kent ook spelletjes hier op de computer? Ja, Pac-Man. Leuk terug, wacht even. Dat zijn maar weer Ellie, ja, precies zo. Dingo zit er ook op? Nee, Dingo niet. Nou, dat is nog een hele koe. Dingo, het water drupt dan nog uit de oren. Ja, Dingo, het ging wel heen. Kun je wel Blackjack hier, dus kun je vast oefenen voor het casino. Nee. Nou. Het is mooi, die grote van de kant. Hou staan. Dat is een muis. John? Of ik heb het niet geloven, maar dat is een muis. Dat is een muis. Hij wil niet meer. Help. Tilt. F1. Die gebruik van het deel. Dit is dus de oude ribstal. Waar ze vroeger stonden. Ja. Ja. Het verschil is vrij groot. Ja, ja. Hmm. Bouwmaterialen. Nog een keer, want daar staan niet op. 4 kelplaten komen er straks. 2 zijn er al klaar en 2 moeten er nog aangelegd worden. We moeten nog wachten op de tegels en dan kunnen ze beginnen. Dan 2 platen voor de maïs, die zitten er al op voor gedeelte nog. En 2 voor het gras. Het is toch gras, ik werd daarin gekuild, hè? Ja, dat is gras, hè. Je
kaartjes en de mixkaartjes voor de mixers. Hebben ze niet gekend, dat zeker wel. Mixers? Ja, dat ik wel. Ja, hè. Ja, dus geen drie zondeers, maar drie venten. Maar die zitten vol leier op, en dat is de enige waar ze erop kunnen zetten. Dus vandaar dat ze die nog gebruiken. Maar hij is inderdaad doodgesloten. Ja. Ja. Kan hij niet, hè? Ja, hij lekt het olie in zijn. Het jongste wee. Ja, ja, dat is de Mobian. En als ze wat groter zijn gaan zo. Ik? Oh, moet ik wel zeggen? Ja. Waar zijn we nou? Waar zijn we nou? Oh, we zijn bij ons thuis bijna. Bijna. Maaikaanse straat nummer 2. Daar woon ik nog steeds, bij Spaasmoeder. Ja? En ja, dat is het eigenlijk wel. Dat is wel, hè. Dan zet het maar stop en dan gaan we dichterbij. Oh ja, zullen we even vertellen? Overdekkers. Lopen geen koeien meer in de waai? Nee. Sinds 2 jaar en nu staan er dus bontjes. Eerst hebben we ertjes gestaan. En boerenkool, daar komen we straks wel eens bij. Uh-huh. Mooi, hè? Heel mooi. Zit een tractor voor jullie erachter? Echt die zondeer? Dat dacht ik, ja. Geen kap. God, ze kregen hem niet zo heel dichtbij. Nou, ik weet eigenlijk weinig tekst te vertellen. Ja. We zijn nou een stukje dichterbij al. Hè? Ja, we zijn een heel stukje dichterbij. Ja. Dag Kené, hoi. Had je lang gehoord? Ja. Hij is maar fik, hè? Ja. Hij was al aan de gang, hoor. Die was moest dus even weg, anders kon het huis er niet goed op. Ja, dat is toch fik dan? Ja, dat. We kijken dus weer op Theo's. En een bosboerderij. Ja. Klein stukje. Waar? Een rooi puntje. Een rooi puntje daar, en een wit puntje. Even kijken, ja, daar kreeg je. Ja. En een silo die er net stond. Silo ook, ja. Maar die alles gedood wordt opzetten. Ja, ja. Ja, daar komt Fik aan met zijn verjaardag gedood. Daar is hij ontzettend trots en vreed op. We hebben pas geleden weer verjaard, al 28 geworden. Ik heb van de Spaasmoeder een heel mooi cadeau gekregen. Even stil houden, denk ik. Nou. Hoezo? Kan men mij goed zien? Ja. Oké, dat is goed. Dat is spiegel, hè? Dus dit zijn onze koeien, zoals ze vorig 2 jaar geleden weggegaan zijn. Een foto die ik nog heb gemokt een dag van tevoren. Hier stond je nog Mina 53, ik kom van Jan Vrijen af. En die is toen naar Oostend toe gegaan, naar familie Omer. Dat was de nummer 1 in de stal. Maar ze hebben hem niet meer, want hij was niet drachtig. Dus dit jaar was hij niet drachtig, hebben ze hem af laten voeren. Nummer 65 in de stal. Als een 65 koeien. Ja, want ja, die koeien. Deze koeien die staan nu in Zeeland. En deze is dan nou een Oosterbeers en die is ook bij de slager geweest. Ja. Mooi, hè? Hartstikke blij mee. Hang nou ook in de keuken. Zal ik hem even terughangen? Ja, ik kan hem terughangen. Sweet van die. We hebben nog steeds onze kas, tussen 12 jaar. Oud en versleten. Oud en versleten, maar we houden nog steeds heel veel van hem en kas. Dit is de man weer. Die tijdslaaf, dat valt niet op weg. Dit is een mannetje zeker. Dus onze kat mag blijven zolang het nog zolang die blijft leven. Maar intussen hebben we een nieuwe non besteld van het asiel. En dan krijgt hij een nieuwe vriendinnetje voor de tijd hier van 16. Gewoon een oude, ze dikker zijn met een oude man die een jonge blom bij hebben. Hè? Maar ze is besteld, maar ze is er nog niet. Dus het kan nog wel even duren, dus kat moet wel even volhouden. Dan komt het allemaal goed. Hé, jongen? Ja. Ik
afdruk. Hier sta ik tussen de kolen. En deze kool heet een zonder goede kool, die hebben we naar ons eigen genoemd, dus boerenkool. Boerenkool. En je ziet wel, hij is echt gegroeid als kool. Dus eind april of de eerste week van mei is die gezaaid. En nog een week of drie en dan moet hij geoogst worden. En dan gaan ze allemaal in de mooie potjes van Hak. De machine Bijl die komt dan hier zitten. En die komt vertellen hoe ze die zo vers oogsten. En een smakelijk product het dan weer niet is. Of wel is. Ja. Kut. Nou, zal ik hem even een close-up nemen? Ja, even een close-up. De boerenkool. Kijk, hebben ze een kan dat ook? Als ik bedoel, als kunnen dan Anita snel te leggen. Cabbage. Hoe? Farmer's cabbage. Farmer's cabbage. Zo ziet het er dus uit. We kunnen echt de Hollandse gerechten van maken, boerenkool mee worst. Worst staat er ook in. Ja. Nou, we kunnen alle kanten van huis zien. Ja. Nieuw dak erop. Nieuwe dakpannen erop. Oh ja. Dit is de heilige Isidorus, de beschermheilige van het vee. En die heeft oma Jan een keer gemaakt, dat beeldje. En sindsdien heeft hij hier een plaatje gekregen. Uh-huh. En sindsdien geen ziektes meer gehad, want daar is je wel. Ja, zoals je weet hebben we dus sinds een aantal jaren knijden. Dat knij je trouwens zelf op die, want de oude afdelingen. Dit is een nieuwe afdeling waar we in december 90 is het in gebruik genomen. Het is een systeem waar U tegen zegt? Waar John U tegen zegt. Het systeempje wat toen we dat aanlegden was het eerste systeem wat automatisch voedering had bij kanijnen in Nederland. In België was dat al langer bekend. En heeft een uniek ventilatiesysteem, moet ik er even bij zeggen. Oh ja. Werk als volgt, kom even close-up hier zo. Tussen de kanijnen staan. Hier is een band, een mestband waar de keutels op vallen. En er zitten gaatjes in. En een gier, dan komt hieronder in een giergoot. Moet jij de wacht, ik kunt bijhouden? Ja, ik zit een beugeltje stellen. Ja? Wat komt er onder in de giergoot? Dat is een giergootje waar dus het gier in loopt. Dat wordt dus afgevoerd naar de put die hieronder zit. En daar staat een ventilator op, dus die trekt de lucht door die gaatjes onder die kanijnen weg. Ja. En het voordeel van dit systeem moet zijn dat je geen ammoniak in de kooien rukt. Wel buiten. Buiten wel, ja. Juist, het is geen groene lepelstal dan? Nee, je zou die zoals je nou is ook niet krijgen. De eerste is dan wel, omdat die weinig ammoniak vormt, omdat je de urine gelijk afzoog of gelijk bij de mest weghaalde. Maar het is geen emissiearme stal. Nee. Nee, die gaan ze wel eens eten, hè? Hm? Die gaat... Ja, die groene tunnel die je daar ziet, dat is eigenlijk gewoon een ketting zoals je bij kippen ook hebt. Alleen als je die tunnel opgezet hebt, dan krijg je er zelf niet in gaan zitten. Ja. En dan al dus de vreten met al. En elk half uur, s'nachts loopt elk half uur in baan. En overdag elk uur. Waarom s'nachts meer zo overdag? Omdat een konijn is een nachtdier en die eet s'nachts. Eet die zo veel? Ja, ze moet in 10 weken in ieder geval 2,5 kilo worden. Voerverbruik inclusief de voedsels. Dus totaal, als ik de kilo's mest konijn, kilogram afgeleverd konijn. Omrekenen naar het aantal kilogram voer die je totaal voert, dan zit op 3,5 tot 4 kilo voer per afgeleverd kilo vlees. Konijn. Konijn. Ja. Hier zitten voedsels onder. Daaronder? Nou, en boven zitten de mestkonijnen. Er is al een feestverlichting tussen die je bezult jaar vist. We hebben alleen vrijdag vis gehad, dat was een heel goed vis. Dat was een heel goed vis, ja. Maar de konijnen hebben dus heel het jaar door feestverlichting. Ja. Zijn die jonkies? Die zijn jonkies, die zijn nou geboren op 19 juni. En deze voet zat toen 7 jong. En er zijn er 2 bijgelegd. En ze heeft een half, 2, 4, 6 en 8. Dus eentje heeft het al. Dus. Mm-hmm. Yes. Nou, je ziet wel allerlei verschillende kleuren wasdekken. Rooi en hier een blauwe. Een blauwe betekent dat hij in ieder geval drachtig gevuld is. Gepalpeerd. Dan is hij gepalpeerd, inderdaad. Drachtig gevoeld? Ja. Voel je? 10 dagen nadat je gedekt is, worden ze drachtig gevoeld en dit dan palperen. Hoe voelen ze dat? Gewoon deze kan ik niet voelen. Wat is vandaag de? 11e. 11e. Nou, heb ik gauw geen voelen.
Nou, dat is wel in ieder geval als volgt. Alleen even doen, deze kan ik niet draaglijk voelen, want die is nog 4 dagen geleden gedekt. Dan pak ik hem gewoon zo vast. En wel stil, even meewerken, want ik moet op de film. Kleine werken altijd heel goed mee. En dan gaat ik gewoon heel haalt hier onder zijn onderbuik. En dan voelde van boven naar beneden langzaam of er bij die bontjes in zitten, echt in zitten. En als je het verkeerd voelt, voel je de keuteltjes. En deze die kan ik nog niet voelen, want je pas 4 dagen geleden gedekt. Niet drachtig nog niet. Wanneer heb je er dan? Op 10 dagen aan het dekken. En die kunnen nou dezelfde nachtse jongens zijn, kunnen ze al kunnen ze weer aangedekt worden. Het systeem is dat je... Bij de knijnen aan afweegt dan? Dezelfde dag na het jongen, dat zijn ze laten dragen. Zo goed als allemaal dekken. Maar de meeste knijnenfokers hebben het systeem al van binnen 10 dagen na het jongen aandekken. Het echte postpartum systeem als dit wordt niet zo vaak toegepast omdat het veel van de conditie van de knijnen raakt. Zijn ze nog koud, joh? Nee? Koud? En dit is al het product als ze gedekt zijn. Ja. Die zijn vandaag geboren. Dit is een zo mijn jarig met aan te bed, kon hè? Zal dat wel? Deze zijn vandaag geboren, ja. Die had het trouwens maar 6. Nou, dat ik hem uitpakken. Ja. Vooral knijnen nog nooit geen klein knijntje heeft gezien. Ja, was wel. Nou, niet dat misschien. Oh. Ze hebben dezelfde dag geboren staan de pets. Nee, dat was niet op dezelfde dag. Ze hebben wel dezelfde datum. Dezelfde datum, ja. Een heel fotogeniek kanaantje. Ze kan nog niet kijken. Ja, maar toch, niet? En over 10 weken is ze zo groot. Ik wil het niet zeggen. Het is de acetals. Ja. Ja. Die liggen weer op, hè? Je kunt het langzaam opbouwen. En die liggen nog op. Aan 4 weken leeftijd worden ze gespeend en dan komen ze in die oxys boven. Of in de mestafdeling hiernaast. Zijn ze nou verkouden of is het een beetje... Je mestknijnen hoort nou niet zijn. Ja. Nou, zo weet ik dat dus. Het uitmesten gaat dus als volgt. Ik heb net al verteld van die mestbrand waar de keuken wil terechtkomen. Je moet wel elke dag, of wat wij doen, dus elke 2 dagen uitmesten. Dan moeten we hier de motor aanzetten. Dan is de motor tussenin gemaakt met steekassen. Zo aanzetten. Dan met een grote kom. Dat gaat zo de baan draaien. Nou, die keuken die valt van hieronder. En hieronder heb ik een transportbaan, een dwarsbaan, die je naar buiten afvoert. En dan sta je in. Een bak achter de trekker en zo kunnen transporteren nog de misol. Want die heeft heel veel mee geholpen tot nu toe. En de oude stal die snel aan het verbouwen zijn, want daar stond er nog niet op. Oh, dat stond. Kom eens, Rambo. Rambo. Oh. Dat is fikke groot oude vader die. Nou, de gerekenis is treffend, zie je wel. Dat is een flinke, ja. Dat is een grote jongen. Hoeveel weegt hij? 1,6 kilo. Dat is wel een reusje. Ik kan al best van alle. Fuck, chaval. Oeh, duizenden keren. Hij doet het nog steeds 3 keer per week. Deze rand maar alleen maar mijn topontwerp. Later dit. Of denk ik, maak je zelf een keer. Later dit. En het is goed, stop hierbij. Maar nu zijn we dus met die verbouwing bezig. Die krijgen we wel telkens omgezet. Even kijken wat er zit. Ja, dit zijn deze 4. Dit zijn de dieren waar ik rammen van uithoud. Dat zijn voedsel die in het. Ja, tijd heel veel kleine hebben grondgebracht en die al minimaal een jaar in productie zijn. Dan gaan we het faciliteren. Uh-huh. De afdeling die heb jij ook al een keer gezien, maar toen was het nog iets anders. Toen viel de stront gelijk op de vloer. En dan hebben we hier ook een baat onder gemaakt die we dan elke 14 dagen of elke maand een keer kunnen uitdraaien, zodat we niet meer met de kruiwagen zelf op moeten. Dan vallen we op de vloer. Maar die had ik pas wel heel goed kijken. Nou,
Dit is augustus 58. Van juli. Ja, ze kunnen dan dingen. Joh. Ja, zeker. Ik heb een ontdekking wel van je hebt, hè? Ja. Wel, niet. Wel niet. Ik heb ongeveer 450 voedsters. En het worden er niet meer. Oh. En mesters? Ook zelf? Ongeveer 3000. Oh. Je hebt ongeveer 600 voedsters nodig voor een volledige kop. Zoals je ziet, ben je hier weer bij de oude boerderij, bij ons thuis. Wat we vergeten hebben is nog wat beesten en verzen en koeien erop te zetten. Dit is een netboy-dochter. Dat is toch wel een goede productie. Wel een mooie koe. Het mag alleen wat groter zijn. Ja, het eier begint misschien iets diep te worden. Dit is in één druk wel mijn hoogste liters. En vorig jaar had hij 12.000 liters geproduceerd. En dan een goede 300 dagen. Dit is een markiesdochter. Dit is een Marion 33 had Marion 24. Dat weet ik dat misschien nog wel. Jana Snels. Deze heeft met ex-huurkeuring had je een AB voor uien gekregen. Ik dacht van AB 85. Dat we mooi vast aangeven. Ik heb nu bijna 5 maanden kalf en is vorige week opgeschept met 33 kilo's. Dan loop ik naar de eerste kant. Hier sta je. Dat is hier zeg maar. Oh, dan loop je weg. 68. Zet hem eens even stil. Naar een Michael dochter, dat is het eerste embryo uit Canada die we hier aan de melk hebben. Nou, deze valt nog niet zo mee, productie een liter of 27 heeft hij. Dit is een enheentje, nou een echte melkkoe. De melk is eigenlijk nog gelijk net en hij produceert op het moment ongeveer 25 liters. Maar hij heeft wel de laagste gehalte van heel veel, denk ik. Zo met net 4% vet en 3% eiwit. Spikland, echt een olifant van de koeien. Hij produceert op het moment bijna 40 liter. Ja, goed, 60 is de Twitter Travis dochter die aan de melk hebben. Deze is dan wel de beste. Hij geeft momenteel zo'n plus minus 35 liters. Dat is echt een leuk beest wel. En dan gaan we een beetje naar rechts, dan zien we nummer 76. Eerste Blackstar uit nummer 2, dat is was een netboy dog. Dus Blackstar uit netboy. Het is een zeer goed ontwikkelde vaars. Maar zijn productie die moet nog een beetje op gang komen. Zal het goed aan een dunne zien wel? Maar dat komt weer het manse gras. Ja. Dit is een gambler dochter. Dit is wel een van de knapste van de gamblers. Deze is wat vast ontwikkeld als de rest. Toch wel een mooi sterk uier eronder. En produceert ruim 30 liters. Dat kunnen niet eens. En dan zien we hier nummer 35. Een van de oudste koeien van ons stal. Kneen die hadden jij nog regelmatig gemolken, denk ik, van stal. Ik denk kneen die hadden jij nog regelmatig gemolken, dat is ook goed te kennen. Het is een ongeverie. We hebben ook een verie nummer 43. Je ziet wel, ze zijn niet zo groot, maar ze zijn ontzettend sterk in uier en in meer. En bij productie kan ook heel goed mee. Per 4 Arnolten, nummer 55 en 56. Het zijn proefstieren, dochters, maar ze produceren ontzettend goed. Ze zitten allebei bij de begin van lactage zijn ze begonnen met zo'n plus minus 35 liters. En ze houden nog maar best aan ook. En zien nummer 56 heeft al een mooi vasthouder.
kunnen heel goed mee met echte foxdieren. Komt uit een Gardenia, Marion 27. Dit is de koe met de hoogste lactagewaarde. Staat ongeveer, dacht ik, op 125. Als vaas heeft hij ruim plus minus 9000 liter geproduceerd met 4,89 vet. En eiwit weet ik zo precies niet meer. En hij is ook ingeschreven met AB. Al bij de eerste schepping was, had hij een 57 liters. Dus niet zo'n knappe koe, maar wel een goede producent. Pas je maar 5 koeien per rij, maar als we zo eens naar de achterhuis van deze koeien bekijken, dan kun je wel zien dat er al flink verbeterd is voorbij vroeger. Nummer 37 is een Bert, 6, 15, 3, 4 Arnold, nummer 3 een Enheenscher. 20 is een Cleo, dat is al een oudere koei. Ja, een 93 had er net tussen staan, die past er iets meer naar bij. We hebben er nog verschillende andere, maar deze is toch wel de knapste. 2 jaar geleden, in 1991, waren wij hier van de Cup, was hij kampioen van de middenklasse. Hij is de hoogst ingeschreven koe van ons bedrijf. Hoe was het? 87. Ja. 87 punten. De productie wordt er ieder jaar beter. Als zeker wordt ook gezegd. Ze groeien met die jaren, maar dat blijkt. Blackstar van Dortmund uit Canada. Die hebben ook een embryo uit Canada gehaald. Hetzelfde als van de Michael. Ook nog van Dortmund. Deze Blackstar komt uit een rotate. Die moet in september afkomen. De wagen daarvoor komt een Eusgabel. Komt dat nummer 24. Markvers met een Scotty, een hele hoge, heeft nu al een kruishoogte van 1,50. Prachtig van Inspiration, eigen aanfok. Komt hier gewoon nog even die Eugela Bell aanzetten. Die hebben we van de straks al gehad. Je ziet wel, die Schiefmark, daarachter staat een Hans. En die komt er net met zijn kopje bovenuit. Dat is een heel beste vaas in september aan telling. En het was heel fijn als we allemaal zukken hadden. Anders moet ik er even mee lachen. En terecht. Boy, hier ben ik vorig jaar met een kalf- of fokwedstrijd geweest. En ik was daar reservekampioen van exterieur. Thomas. Uit een Alfons, uit nummer 9, die kende je misschien nog wel. Het is al een oudere vaars. Ik weet niet precies wanneer hij aan telling is. Maar je ziet wel dat hij al een paar vette billetjes heeft. Er zitten al een paar biefstukken op. Gaan we hier nou nog even thuis filmen. Hier lopen de pinken die pas geïnsemineerd zijn en die in de gaten gehouden moeten worden. Of die nog geïnsemineerd moeten worden. En dan zullen ze even een paar beestjes laten zien. In ieder geval Aerostar. We hebben 2 jaar geleden hebben we 4 embryo's gekocht van firma Dekker. Alle 4 van Aerostar, 4 vol zus. We hebben 3 draagketen ervan. En 3 vaarshalven kwamen eruit. De linkse, dat was eerst geboren. Hij is een beetje aan de kleine kant gebleven, want het was wat misgegaan met toen hij geboren werd. Ik heb hem toen met mond-op-mond beademing nog in leven kunnen houden. Dat was maar net op nippertje. De rechtse van die twee is de tweede oudste. Dat is wel de beste ping, dat we denken. En de derde die loopt op het moment op een andere wei. Met een de rechtse, nummer 53 en een andere 54. Die hebben wij een paar maanden geleden gespoeld met Hansen en Lexus. Samen hadden ze 16 embryo's. 16? 16. 16 dus. 16 en, dus hè. En onder aantal 68.
En deze is nu geïnsemineerd met Carousel Amos. Gevlucht voor de ringer, maar het is inmiddels weer droog. We waren eigenlijk nog niet helemaal klaar om mee te vertellen van die pinken, dus we gaan nu maar even verder. Zo, aan de kant. Dit is eigenlijk de beste die we denken. Alexis. Everstar. Keer Sherman. Keer Elevation. Moeder 88 punten. Overrookmoeder 90 punten. Deze wordt misschien ook ingezet op een testbedrijf van KEI Noordwest. En hebben we heel veel geluk. Dan wordt misschien wel een stiermoeder. Nou. Dat is dus niet slecht. Maar dat is allemaal heel ver in de toekomst en dat zal het waarschijnlijk wel niet opbrengen. Maar goed, het is een heel veelbelovende pink. Dan nog in beeld. Dat is de oudste van de drie. Dus een klein beetje minder ontwikkeld. Maar toch ook nog een veelbelovende pink. Geïnsemineerd met Lexus. En deze pink is niet gespoeld. Twee jongste wel dus. Inspiration pink uit Ferry. Halfzuster, dat was die gele bel. Die al 5 maanden gekalfd heeft. Die het verschrikkelijk goed doet. Deze wordt dus misschien ook wel een hele goeie. Verder staat er nog eentje die zuigt, zie je wel. Daarnaast die zwarte Chief Mark uit Alfons, nummer 9. Mooi pinkje, niet te groot, maar veelbelovend. Daar proefstier, denk ik. Nog een proefstier. En dan hebben we het gehad. Dit was ons vee. Daar. Oh, mijn hello. Sta je op, hoor. Ik zal maar niks meer doen. Nee, dat doen wij ook niet meer. Nou, we zitten nou weer binnen bij, ja, dat ziet iedereen toch wel zeker. Bij jouw ouders. En, Het is al heel stil bij geworden. Ja. Ton zet al mee zijn tekst in de handen. Ik zal trekken wel horen. Waarom? Ik heb geen idee. Gewoon aan meteen deur? Oh nee, dat duurt nog even. Eerst komt jullie Hans. Nog een keer. Zijn we hier nog optrekken? Joost. Mag ik even putten? Aha. Uh-huh. Dat chopt er maar voor. Ja, Sinas, de dames. Echte Freddy's hebben wij hier. Super, dat is wel fiet. 3 glazen bij. Ja, daarop. Ja, ze nou. Oh, daar zal ik maar een beetje mee draaien. Ja, dan proost, hè? Kanij en Anita, breng er weer nog een mijne. Ja, wat lijkt hier? Ze zijn het gek, ik denk dat ze een rekening sturen. Oh, de vrouw gaat zo, hè? Ja, eens Wiek, zeg maar. Dat vreemd je weer toch niet? Ik heb niet zoveel te zeggen, maar je ziet me. Ik heb mij op vis gezien. De keers. Ja, Aisley, die komt ook. Oom Henk, de rechte zon, oom Henk. Oh. Zit jij in de hoofd dat ik corona was, hè? Ben je daar klaar aan? Heineken. Hoeft niet. Heineken. Die daar op de baak zitten, die hebben nog wat tegen jullie te zeggen. Dus ik zal met Richard beginnen. Als we met de batterij toekomen, want het begint al te knipperen. Oh. Nou, Cornelia en Anita, dit was de film van ons allemaal. Jullie hebben nu een kleine indruk gekregen van hoe het er nu uitziet en hoe wij proberen onze kosten te verdienen. We hebben gekozen om een film te maken omdat we helaas niet allemaal op het feest konden zijn, kunnen zijn. En daar anders hadden we wel een toneelstukje voor gedragen voor jullie. We hopen dat jullie een fijn feest hebben gehad en dat deze buiten herinnering is van de Dutch Boys and Girls. Yes. Yes. Cheers. Moeten we nou niet zingen van nou, happy birthday, dat ik ook niet, hè? Maar... Congratulations, lang zullen we leven. Bol naar een camera. Lang zullen we leven. Dat weet ik niet, hoor. Pet, nou, we drinken eerst de pit en dan gaan we nog zingen, hè? Ja, we gaan eerst erin drinken. Ja, tot week. Tot ziens, tot alle reclame. Zie je. De kwartfinales van de Davis Cup. Twee topontmoetingen op Eurosport. Thank you.
Duitsland, aangevoerd door Stich, ontvangt de twee republieken Tsjechië en Slowakije, geleid door Novacek en Korda. In Nederland komen de Zweden uit tegen Krajicek en Haarhuis, het struikelblok van Spanje. Dit programma wordt u aangeboden op Eurosport door Nike. Nou, we beginnen dus daarom. Nou, Corné en Anita, gefeliciteerd met jullie huwelijk en ik wens jullie heel gelukkig samen. De woorden. Corné en Anita, nogmaals gefeliciteerd en de volgende keer moet jij ook komen. Ja. Ook gefeliciteerd namens mij en een heel goed huwelijk toe. Nee, ik weet nog niet. Corné en Anita, hartelijk gefeliciteerd met je huwelijk. Maak er een gelukkig leven van. En daar wil niks van horen, als goed nieuws. Klee en Anita, nogmaals gefeliciteerd. En we drinken er nog één op, hè. Anita en Corné gefeliciteerd en een vruchtbaar huwelijk. Kun jij nou wel zeggen? Ja. Corné en Anita, hartelijk gefeliciteerd met je huwelijk. En dat met je bedrijf ook heel goed mag gaan. En met jullie ook. En met jullie. Eventueel. Eventueel. Bruidspaar nogmaals gefeliciteerd en kom maar terug met mijn bril af. Wanneer? Oh. Al eerder denk ik. Ja. Zoveel geduld zoals nog niet hebben. Corné en Anita ook gefeliciteerd en nou het geven. Corné en Anita proficiat en maak er wat gezelligs van. Ja. Ja. Nou, ik zal wel even omdraaien. Ik weet niet dat ik zo in beeld ben. Maar Corné en Anita ook gefeliciteerd. En mag er wel van. Wat ik nog meer zeggen? Tot op mijn huwelijk. Tot op mijn huwelijk. Nou, je zult wel eerder terugkomen. Ben je niet bang voor. Tot nog eens. Tot nog eens. Ja, dan ben je die knop ontzieken. Hè? Nou ja, eerst nog. Ja, maar wie doet het dan meer? Ja, dat weet ik niet. Ja, dat kan je niet. Ik kan niet aan. Dat gaan we eens heel makkelijk in drieën. Nou, probeer het gewoon in één keer. Ja, maar we moeten geen idee. We gaan eerst gewoon met drieën, hè? Ja. En dan weten we of deze is en als niks is, dan kunnen we het gewoon nemen. Ja, door iemand dan meer. Is, want ik doe, als ik moet zeggen, dan doe ik twee. Ja, dan moet de schiffen eerst dan doen. Nou, weet je maar. Ja, ik kan het eerst stoppen. Eerst stoppen. Eerst stoppen. Ja, maar als jij stopt, dan gebeurt er niks. 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 Dan gebeurt er ja, wie moet die in? Ik heb ten eerste zin, ik heb een putsel gehad. Ik heb niet eens een filmpje. Ik ben eerst een filmpje, hè? Wie ben je aan het filmen? Richard. Ja, dan weet je mee. Ja, maar. Nou. Ja, wij hebben het erbij. Jullie gaan eerst de zin, ik is maar. John, ik eerst. Ja, denk ik aan het doen. Nou, ik doe het allemaal op Facebook komen. Ja, nu? Ja? Nou. Ik kan je dan niet, hè? Ik ga het weer meteen op de groei maken. Ik denk dat John het beter kan. Collega Rita, dit was nu een band van. Nee, dit was een film van het oude baan. Dat valt niet mee, hoor. Jij moet dan hem zo heel zacht souffleren, hè? Ja, heel snel. Ik wil je uitdrukken wel zien. Collega Rita, dit was een film van ons allemaal. We hebben geprobeerd. Nee, ik kom niet tegen aan. Nee, ik kom het ook geschreven. Ik wou niet iemand zeggen. Kunnen jullie niet dat dit was een film van ons allemaal? Jullie hebben nu een klein indruk van hoe wij nu werken en proberen kosten te verdienen. Ja, dat is heel simpel. Ja. Kunnen jullie niet dat dit was een film van ons allemaal? Jullie hebben nu een. Eigenlijk ook van hoe wij nu werken. Ja, kunnen jullie niet dat dit was een film van ons allemaal? Jullie hebben nu een kleine indruk kunnen krijgen van hoe wij hier werken en proberen we kosten te verdienen. Jullie hebben nu een klein geluk van hoe wij nu werken. Ik probeer het te zien. Ja, ik denk dat het wel echt een kost. Dit was de film van ons allemaal.
Nu hebben jullie een kleine indruk kunnen krijgen van hoe wij hier werken en proberen onze kosten te verdienen. Goed zo. Je moet daar gewoon uw eigen woorden zeggen, niet precies die zin. We hebben gekozen voor een film omdat we helaas niet allemaal op het feest kunnen zijn. Anders hadden we wel een toneelstukje voorgedragen. Kom op. Dat was het. Dat was we hopen dat jullie een fijn feest gehad hebben en dat deze film een blijvende herinnering mag zijn van de Dutch. Van de Dutch boys. Van de Dutch boys, ik bedoel. Oh, ik ben maar toch.